Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag niet op video, maar al deze volken nakijken. Ik ben al op mijn andere stand geweest gisteren, vanochtend een andere stand, vanmiddag nog een andere stand en nu nog deze stand. Alles is de winter doorgekomen. 13 volken ingewinterd, 13 volken uitgewinterd. Onbehandeld, sommige pas zijn nieuwe volken zoals deze hier, het zijn allemaal nieuwe volken. Dit is een volk is al 2 winters de winter doorgekomen. Ik ga eerst deze volken nakijken en dan zie je een video met een ander volk van een andere stand van gisteren. Daar is de ontwikkeling al verder dan op mijn vorige standen, maar daar zijn heel veel wilgen. En ik denk dat door die wilgen zit er heel veel broed in. Heb je bij die zwarte bij heb je echt mooi, ook de F1's. Als dit de voorkant van de kast is, hier het broed, daaromheen stuifmeel en daaromheen redelijk veel stuifmeel, wat ik bij die Kynikas en die Bastard ook niet zag. En daaromheen voer. Dat is typisch iets van de zwarte bij, die weet van, kijk, het is nu wel mooi weer, maar wie weet is het over 2 weken, is er opeens weer vorst. Dat was in april 2017, waardoor alles verbevroren. De zwarte bij die is een voorzichtige bij. Die heeft een lineaire voorjaarsontwikkeling. Terwijl Kynika, Buckfast, maar bij Kynika is het explosief. Dus die zit nu al vol in het broed. En ik heb gehoord van Buckfasten die al 11 ramen met broed hebben. En ja, ik vind dat niet normaal. Ja, wie weet wat er nog gaat komen. En ja, we gaan het zien. Ik ga deze, mijn P-moer waar ik vandaag ga tellen, sowieso nakijken. En waarschijnlijk op video ook deze. En deze heb ik de vorige keer ook nagekeken. En die viel me erg tegen. Nou, valt aan in mijn geval valt te zien dat dit volk eigenlijk achteruit aan het gaan. Ik ben benieuwd hoe dat nu is. Ze hebben het overleefd. En ja, we gaan het meemaken. Oké. Het volk waarvan ik hoorde dat aan in mijn geval te zien is dat ze achteruit gingen. Het ziet er al kleiner uit dan de rest. Voor mij een reden eigenlijk om niet van dit volk na te telen. Dat moet je gewoon niet willen van een volk wat niet... Ja, wat niet goed is. Maar goed, we gaan even zien hoe het er nou uitziet. Deze heb ik 27 februari dus ook open gehad. Vers stuifmeel. Ik heb hier nog geen één volk darrenbroed gezien dat ik tot nu toe gecontroleerd heb. Broed, stuifmeel. Daar loopt de koningin. Prachtige donkere koningin. Een Texelse moer aangepaard op Neeltje Jans. Het is nog niet veel broed. Niet meer dan de vorige keer. Maar het is ook een periode koud geweest tussendoor. Mooie zwarte bijtjes. Oké, het begint ineens, als ze mijn adem ruiken, is echt typisch voor de zwarte bij. Dus ik begin in één keer te rennen. Ik vind het geen mooi broedpatroon. Het is een klein volkje. Ik zie eitjes, larfjes. Nee, dit is... Dit ziet er, vind ik, niet goed uit. Van dit volk wil ik sowieso natelen om één reden. De vleugels kloppen voor 100%. En niet dat dat noodzakelijk is als er historisch gezien verbastering heeft plaatsgevonden. Al is het maar een klein percentage. Waardoor de vleugels niet meer kloppen. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat in de toekomst voor het opzetten van bevruchtingsstations. Dat je dan aan de hand van de vleugels kan meten of de zuiverheid. Of de paringen zuiver zijn. Als dat niet klopt, dan heb je daar niks aan. En mooi gebruik van propolis, kijk. En dat is altijd belangrijk, vind ik. Zowel voor de gezondheid van de bij, als voor de imker om te oogsten. Prachtige, dat is ook een eigenschap van de zwarte bij. De witte verzegeling van de honing. Verse nectar. Prachtige zwarte bijen. Ja, ik heb veel te veel gevoerd. Dat is mijn eigen stomme fout geweest. Of ja, ik heb te veel van te weinig. En hier is al uitlopend broed geweest, opgevuld met stuifmeel en nectar. Ook hier een raam met broed. Stuifmeel, zoals je dus ook hier ziet, compact hè. Hier het broed, daaromheen het stuifmeel en daar het voer. Typische eigenschap van de zwarte bijen. Voorbereid op onverwachte slechte tijden. Dit is een wasmot.
gepropoliseerd. Die wasmot die kan nou dus eigenlijk geen kant uit. Zo, voordeel van veel gebruik van propolis. We zouden dus ook kunnen betekenen, mocht de kleine bijenkastkever hier ooit komen, dat ze dat dus ook vertonen. Kijk hier, dit is nou een mooi voorbeeld. En daar loopt de koningin. De broednis vind ik niet heel mooi gesloten, maar ja, misschien ligt dat dan niet alleen aan de koningin, maar ook mogelijk aan de tijd van het jaar. Kijk, het is natuurlijk het is nu eigenlijk pas warm, dus misschien is dit gewoon zo ontstaan in het voorjaar. We zullen het over een maand of over twee weken zien. Ja, met voer en stuifmeel. Het volk, ze hebben al, lijkt het op wel een beetje gebouwd. Het volk had verwerkt zeer veel propolis. Daarom heb ik handschoentjes aan. Hier is een raam met vers stuifmeel. Bijna allemaal geel of geel allemaal. Een raam met broed. Een voer. Ik zie larfjes. Een bij met twee meiden op zich. Dit volk is al twee jaar, twee winters, onbehandeld de winter doorgekomen. Ontstaan eigenlijk in 2016. En in 2017 uit de Mini Plus in drie volken opgedeeld. En inmiddels is het 2019. Een raam met uitlopend broed. Of eigenlijk alweer verse nectar, larfjes. Dus dit is al het tweede raam met broed. Ze zijn wat sneller op de raad dan vorige keer. Toen waren het ook bijna allemaal winterbijen. En dan bij de najaarscontrole waar ik van het volk ook heb. We zijn met uitlopend broed. Ik zie veel jonge bijen hier. Ik vind het een groot volk. Voor deze tijd van het jaar. Het zijn mooie bijen, ondanks het is echt een kruising, denk ik, Carnica mellifera. Ik zit hier in een Carnica omgeving. Weer een raam broed. En daar loopt de koningin. Oké, ze is gemerkt. Ook een paar andere bijen. Daar loopt ze. Een raam met vers stuifmeel. Verse honing. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramen met broed. Ze zien maar of dat ze er iets mee doen. Het scheelt me weer een keer omkijken naar dit volk. Dit is bij een andere stand. F1 mellifera. Suikerdeeg ligt erop. Daar is er goed van gegeten. Dat haal ik nou weg. Hier gaat het leren. Een naakslak in de kast. Dit is een mooi rustig volkje. Er is nog veel voer. Hier is ook broed. Hier is nog een beetje broed. Dit volk is kleiner dan in de andere stand. En dat komt denk ik omdat daar heel veel wilgen staan. Dus het stimuleert de groei van het volk. Stuifmeel aanbod stimuleert de groei van het volk. Als er geen stuifmeel is, dan zal het volk ook niet groeien. Ook vers stuifmeel. Kijk, de reden waarom ik dit volk helemaal nakijk is omdat ik, en het gisteren ook, is omdat ik te veel heb gevoerd, waardoor ik volle ramen voer weg wil nemen.
Oké, dit was de voorjaarsinspectie. Ik heb alle volken vandaag gecontroleerd. Dingen die me opvielen. Sowieso allemaal veel te veel voer. Ik heb iets van 28 gram voer. Ik heb geen idee wat ik ermee moet. Want zoveel volken ga ik nooit krijgen dit jaar. Maar goed. Wat mij opviel van deze stand. En dat is eigenlijk bij alle volken. Behalve volgens mij deze. Even voor de duidelijkheid. F1, F1. En de rest is allemaal P-moer. Dit is ook trouwens ook een F1. Wat mij opviel bij al deze volken. Op deze na. Is dat het gesloten broedpatroon. De hagelschot was met larfjes daartussen. Oude larven. Ik denk. Het is natuurlijk een tijd slecht weer geweest. Hard waait. Ik denk dat op deze stand. De volken broedloos zijn geweest in deze periode. Waardoor dat het een kleine broednest, het loopt uit. Is misschien een keer belegd. Want ze zijn heel veel gaan ruimen. Ik tel de meid en ik zie heel veel antennes. Mogelijk dus dat ze poppen zijn gaan trekken en dat het hagelschot wordt vertoond door een. Dat denk ik, door een broedstop van de koningin. Die vervolgens na een paar dagen weer is gaan leggen, waardoor dat je een heel rare broedpatroon krijgt. Ja, we zullen het over 2 weken weten hoe het er echt uitziet. Op de andere stand. De video als eerste, en ik was ook nog een video als tweede, maar de eerste video, of hoe die ook in deze volgorde komt, daar was weer heel mooi broed. En wat valt mij erop? Daar is heel veel willig. Mogelijk dat die met iedere keer toch iets beter weer zuiver konden verzamelen, waardoor die koningin aan de leg bleef. Want dit broedpatroon vertonen ook op de andere stand, waar ik ook gecontroleerd heb, en daar zijn ook weer weinig dracht op dit moment. Het is allemaal zandgrond. De andere stand, waar ik dus net over had met de willigen, is natte grond. Er zijn ook veel elzen, maar die hebben allebei al voor mij 5 ramen broed. Het verschil, ik heb 2 carnica bastarden nagekeken en een carnica volk, is inderdaad dat die zwarte bijen hebben echt, als je het vlieggat hebt, mooi broed, een rand stuifmeel, echt een dikke rand stuifmeel, niet een klein beetje, maar echt een cel of 10 misschien. Ligt een beetje aan welk raam en welk volk. En dan het suiker of de honing van afgelopen jaar. Ja, eigenlijk vind ik het allemaal goed. Dit volkje van merk tegen. Daar ga ik sowieso niet van natelen. Het is gewoon, vind ik, het ziet er te slecht uit om er van na te telen. Het is het kleinste volk op dit moment. Misschien dat het nog verandert over 2 weken hoe het broed er dan uitziet in de bijen. Ja, het ziet er allemaal verder goed uit. Wat mij betreft kan het bijenseizoen beginnen. En dan, dan zien jullie het wel via de video's. Ik ben van plan dit jaar ook video's te maken over het maken van een vlieger en een veger. Van dit volk, die vind ik eigenlijk zo belangrijk om te behouden, wil ik eigenlijk al zo snel mogelijk een kunstzwerm of een vlieger maken. Dat ik niet dat volk kwijtraak aan die peemoer aan een zwerm. Like, abonneer en reageer. En volg mij op Facebook, Instagram. En tot de volgende video.